heeft u gewoon gedaan. Geregeld. Ik? Ja, u zei, ik wil die lamp uit hebben. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat dan? Je jokt. Je jokt. Sinds de coronacrisis werken mensen in de zorg extra hard. Voor ons allemaal. En waar ze normaal gesproken niet in de schijnwerpen staan, staan ze dat nu des te meer. Wat beweegt deze mensen en hoe gaan zij om met de coronatijd en alle tegenslagen en druk die ze meemaken? Dit is Hart voor Zorg. Hallo, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, kom verder. Zo, kom verder. Heb je al klaargemaakt voor de dag? Ja, ik heb al een aantal wat rapportages doorgelezen. Dus ik ben er klaar voor. Ja. En hoeveel cliënten ga je bezoeken? Ja, we gaan een aantal cliënten bezoeken. We gaan naar een jongeman die, met een piklijn die we moeten verzorgen. En we gaan naar een oudere dame die, die terminaal is. Oh joh, die is echt helemaal in de eindfase. En dan ja. Geeft meteen de veelzijdigheid aan van je werk, hè? Ja, jong precies. En oud. Ja, precies. We komen echt bij heel veel verschillende cliënten. Ook met heel veel verschillende ziektebeelden. Dus we zien van alles. En hoe ga je nu verder voorbereiden? Ik lees nog even de laatste rapportages door. En dan kijk ik nog even naar de planning van mij en van mijn andere collega's die ook aan het werk zijn. En dan kunnen we van start. Vandaag lopen we mee met thuiszorgmedewerker Maaike. Al bijna 5 jaar zit zij bij het team Buurtzorg Zaltbommel-West. Zo, we gaan beginnen. Samen met 5 anderen verzorgt zij cliënten in Zaltbommel en omstreken. We starten de dag bij Lien, een vrouw van 94 jaar die in de laatste fase van haar leven zit. Goedemorgen. Hallo. Zo, goeiedag. Hoe is het met u? Ja, ik denk wel op weg naar het business ziek. Je bent niet ziek, zeg je? Nee. En dan komt Maaike u weer even verzorgen. Is Maaike een leuke vrouw? Ja. Ja, hè? Ja. Je durft nu geen nee te zeggen, hè? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ondeugd. Waarom komen jullie hier zo? Ze maken een programma. Oh. Voor Omroep Gelderland. Oh, de. En wat willen jullie weten van Omroep Gelderland? Nou, wij zijn wel eens benieuwd hoe goed de thuiszorg is. Doet ze het een beetje goed? Natuurlijk. Natuurlijk. Dat is een mooie jongen bij je. Ja, leuk is dat, hè? Ja, zeker. Maaike, jij werkt nu een aantal jaren in de thuiszorg. Ja, klopt, ja. Wat maakt nou sowieso dat jij in de zorg bezig wilt zijn? Ja, dat mensen helpen. Het is gewoon eigenlijk heel simpel. Het helpen van mensen vind ik gewoon super. En dat je dan ook echt daadwerkelijk ook ziet dat iemand daar wat aan heeft. Dat ze uiteindelijk bij de deur komen staan en je uitzwaaien en zeggen van... joh, bedankt hè, en tot de volgende keer. Wanneer kom je weer? En dat je hun gewoon kan helpen. En je hoofdlijn ook nog een klein stukje verder naar beneden. Als je bij mensen thuis komt, is het gewoon heel bijzonder. Je stapt binnen in een thuissituatie wat... ja, eigenlijk heel privé is.
Wat achter de deuren gebeurt, dat zie je eigenlijk niet. En zeker niet als iemand een ziektebeeld heeft. Ja, je komt gewoon heel dicht bij mensen. En dat is denk ik wel een beetje het verschil wat je met het ziekenhuis zou merken. Dat je gewoon veel persoonlijkere gesprekken kan voeren. En veel meer tijd kan hebben voor mensen. Nou zijn we langs geweest bij Lien. Gaat het niet? Een vrouw op hoge leeftijd, hè? Mm-hmm. 94. En, ja, en een indrukwekkende levensfase. Mm-hmm. Want het gaat stoppen. Ja. Hoe is dat voor jou om in die fase zorg te verlenen? Dat blijft bijzonder natuurlijk. Maar je bent daar al een aantal jaar en je ziet haar telkens achteruit gaan. En dat is ook wel, je rolt er ook wel een klein beetje in mee. Dus het is heel bijzonder natuurlijk als je dat dan tot het eind toe mag meemaken. En kan, die zorg kan verlenen. En ja, het is ook wel een beetje heftig als je ziet van nou, ze gaat nu gewoon echt richting de dood. Mm-hmm. Ja. Gaat het, Lien? Lukt dat niet? Zullen we het toch nog één keer proberen? Ja. Ga ik u nog één keer helpen? Ja. Wel blijven lachen hoor. Komt-ie hoor. Nog één keertje naar de zij. Nou. Het is al goed schoon. Dus ik ga u niet verder plagen. Kom maar terug naar de rug, Lien. Yes. Dan trek ik het allemaal weer netjes. Wat een inspanning, zeg. Ja. Je bent het ook wel een beetje gewend natuurlijk. Ja. Maar dit is ook niet overal zo, dat scheelt wel. Maar het kost wel energie. Ja. Gaat het? Ja? Nou, allebei, de benen weer goed. Pittig, ja. Ja, jij ligt al bijna weer 2 jaar hier beneden, Lien, op bed. Het is al bijna 2 jaar. Mm-hmm. Oh, wat vliegt dit tijd dan? Mm-hmm. Nou, hè. Hoe zien de dagen eruit voor Lien en zo met jullie samen? Ja, wat zal ik zeggen? Ik sta op. Deze zuster komt wel eens vroeg, dan moet ik om 7:30 klaar zijn. En die helpt ze dan omleggen, dus weer op de rug. En dan kan ik ze later, ga ik ze pap geven. Mm-hmm. En de medicijnen die ze nodig heeft en een kopje thee. En dan is ze weer in dromenland. Ik heb het heel, heel goed bij deze mensen. Kan niet beter. Kan niet beter, nee. Nee. Maar 7:30 dan wordt ze gewassen en tanden poetsen en helemaal. En dan gaan ze weer een dutje doen en dan ga ik voor het potje zorgen. Ja. Wat de pot schaft, moet ze eten, hè? Dus er wordt nog gegeten? Ja. Ja. En u hoopt het natuurlijk nog lang vol te houden zo samen? Ja, ik hoop het dan totdat ze niet meer kan, totdat ze... Amen, zeg bij wijze van spreken, zo lang hoop ik ze nog met hulp van de zusters te helpen. Hier thuis? Ja, hier thuis. Zou erg zijn als ik ze nog mis, natuurlijk altijd. Maar ik zou het heel erg vinden als ze bijvoorbeeld voor 1 of 2 of 3 weken naar een ziekenhuis zou moeten. Maar dat weet de dokter ook onderhand, hè, tot ze niet graag naar het ziekenhuis gaan. En als ik het nog aan kan en de zusters ook, dan zijn wij heel tevreden. Ja. En 94 jaar, dus daar moeten we toch ook dankbaar voor zijn, dat het allemaal nog zo kan. Zo is het, ja. Maar het is wel belangrijk dat we ook naar jou kijken, want als jij uitvalt, dan kan deze hele situatie natuurlijk niet doorgaan. Ja, daarom. Want jij doet zoveel hier, wat wij niet, waar wij geen tijd voor hebben. Hoe lig je nu? Goed. Nou, dat is goed. Dan doen we de trek weer even omhoog. Nou, dat was het voor nu. Ja. Oh, kijk nou. Buurtzorg zal Bommel West met Maaike.
Nou zag ik ook dat jij met Lien en ook met Wil, die er dan bij samen wonen ze daar, dat je ook echt dat contact hebt en die band ook hebt opgebouwd. Ja, ja, dat is wel leuk om te zien. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, met de ene cliënt heb je een goede klik en met de andere cliënt heb je ook een klik, maar op een hele andere manier. En dat is ook een wisselwerking, wat ik al zei. Van, nou, als zij hunzelf openstellen en heel enthousiast zijn over jou, dan krijg je gewoon een hele andere relatie. Ja. Het blijft professioneel, dus ik moet wel zeggen van, nou, je voelt niet hetzelfde als wat ik zou voelen voor mijn eigen ouders, bijvoorbeeld, of voor mijn eigen opa en oma. Maar je hebt wel een soort van relatie opgebouwd. Dus je geeft toch wel om je cliënten. Dat is wel wat zeker is, ja. Lien, die mooie mannen gaan weer weg. Dat is thuiszorg, daar hebben mensen misschien bepaalde stereotype gedachten bij. Hè? Van, oh, ja. Dat is vast als je dan ouder wordt. Of dat zijn die steunkousen. Ja. Hè? Dat is dat werk. Ik denk het wel. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Ja, zeker. Ja. Dat is niet terecht. Nou, vind ik niet. Nee. Ik vind echt... Tuurlijk heb je ook die mensen. En ook oude mensen die je moet verzorgen. Maar daarnaast heb je ook heel veel verplicht technische handelingen die je uit mag voeren. Dat maakt het gewoon super interessant. We zijn bij Michael zijn we langs geweest. Ja. Hartstikke jonge gozer. Dat is nou echt niet waar je, ik zelf niet aan denk met thuiszorg. Nee. Ik denk, hé, wacht zeker eens even. Niet. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook. Maar een heel ander verhaal weer, hè? Ja. Ja, een hele andere situatie, ja. Dat is ook leuk dat je zulke dingen juist ziet. Dat je jonge mensen ook tegenkomt in je werk. Hoe is dat anders dan weer iemand die op leeftijd is of mensen is verloren? Ja, daar heb je gewoon een hele andere... die zit gewoon heel anders in het leven. Hij wil beter worden. Hij wil, iedereen wil beter worden natuurlijk. Maar hij is echt nog onderweg ook om gewoon weer de oude te worden. En dat merk je wel. Dat is wel het verschil met oudere en jongere mensen. Jeetje, ik heb meteen een vraag hoor. Want ik vind het nogal een indrukwekkende toestand wat hier allemaal hangt. Waar is dat allemaal voor? Ja, de pomp voor de voeding, zeg maar, bij mij erin te krijgen. Via de piklijn. En dat komt omdat je de ziekte van Crohn hebt? Ja, ik heb een vernauwing, een vernauwing in mijn darm zitten, zeg maar. Dus ja, het voedsel, dat ging er gewoon niet langs. Ik heb ook zonder voeding gehad, maar dat ging gewoon niet. Die pakte niet en ben ik twee keer mee terug in het ziekenhuis beland. Dus dat ging niet helemaal goed en dit gaat wel goed. Dus. Ik krijg nou wel de voeding goed binnen, want ik ben ook 11 kilo aangekomen daarmee, dus dan gaat het wel de goede kant op. Voor jou ziet het er heel gewoon uit als een dagelijkse praktijk, maar ik zie een hele jonge gozer en denk, het is nou, het is niet anders. Dus, En Michael helpt je echt verder in zijn zelfstandigheid, hè? Dat is het doel. Ja, uiteindelijk willen we ook zelf zijn, dat hij de TPV aansluit, dat hij dat zelf leert. En dat is wel een doel wat we hebben bij hem, ja. Dus ja, zelfstandigheid bevorderen. Dat is bij iedereen het doel natuurlijk. Ook bij oudere mensen. Maar zeker bij hem. Hij is jong en hij kan het ook heel goed zelf. Ja. Dus daar hoop je eigenlijk dat je snel niet meer nodig bent? Ja, eigenlijk wel. En wat ga je nu precies doen? Ik ga het folietje, zeg maar, wat om de insteekopening zit. Hier zo. Dat ga ik vervangen. En dat oranje blijft zitten en de lijn zelf ook. En hier plak ik een nieuw pleister op. Waar gaat het helemaal heen eigenlijk? Hij gaat onder in de arm of in de bovenarm naar binnen. En dan eerst een stukje onder de huid, maar daarna gaat hij al vrij snel een vat in. En dan komt hij uit net boven het hart. Het is echt specialistenwerk, hè? Ja, dit wordt wel door de arts in het ziekenhuis voorgeschreven. Ja. En, dit doen we al een hele poos ook thuis, maar dit is wel een technisch stukje. En voor jou heel fijn dat het thuis kan? Ja, gelukkig wel. Ik had geluk dat hun het konden komen doen, want anders zou ik nog in het ziekenhuis moeten blijven. It's 12 hours on the clock. I have to work, but oh my god.
This here's too heavy, I can take no more, no more. Can't take no more. Can't let go of her being by my side. En wat heb je bij Michael gezien in het proces dat je denkt, nou daar word ik echt blij van, dat maakt mijn hart zelf een sprongetje van eigenlijk. Ja, als je ziet dat het werkt, dat je ziet dat hij aankomt, ja, dat vind ik wel tof om te zien, ja. Is het altijd een succes? Het is wel dankbaar werk, dat is natuurlijk wat iedereen zegt, het is wel dankbaar werk, ja, dat is het ook echt. Je krijgt er echt wel heel veel waardering voor. Maar je komt natuurlijk ook wel eens in situaties dat je denkt van, nou, hier wil ik eigenlijk niet binnenkomen. Dit is echt, ja, dan moet je ook zorg verlenen. Maar ja, dat is niet altijd leuk als mensen veel mopperen of ja, iets te klagen. Ja, natuurlijk mag je klagen, maar... En dat kan ik ook goed ventileren, hoor. Ik stap de deur uit en ik denk van, nou, dit kan ik afsluiten. En dat lukt me ook heel goed, hoor. Ik neem het eigenlijk nooit mee naar huis. Mm-hmm. Maar, hoe doe je het? Hoe zet je het van je af? Ik vind sporten heel fijn. Dus als ik gewerkt heb, dan... Dan ga ik het liefst snel even sporten en dan kan ik ook gewoon mijn werk helemaal loslaten. Dan kom ik thuis en dan neem ik een douche en dan heb ik avond. Ja. Zijn er nog dingen waar je eigenlijk naar uitkijkt als je straks nou nog fitter bent weer? Ja, goed kunnen eten, zeg maar. Gewoon, dat je, als je aan een barbecue bent, zeg maar, dat je toch wel aardig vlees naar binnen werkt ofzo. Dus ja, aankomende zomer. Lekker barbecue'tje. Hè? Ja. Dat is hem wel gegund, of niet dan? Even weer inhalen. Nou, zet hem op met aansteken. Komt goed. En geniet van de barbecue. Ja. Hoort u ons nu wel goed? Nee. Doet hij het wel? Nee. Is het batterijtje leeg? Ja. U hoeft niet te douchen vandaag? Ja. Nee, toch? Nee, vandaag niet. Morgen. Morgen, ja. Ja. Dus alleen even de steunkousen en ogen druppelen. Ja. En je mag ook nog even mopperen. Mopperen? Ja. Ze zou gisteren bloed komen afprikken. Ja. Ik heb ze niet gezien. U heeft ze niet gezien? Nee. Hallo, met Maaike Donker van Buurtzorg Zaltbommel. Ik bel voor meneer Van Ooyen. Soms zitten mensen echt in een isolement, hè? Die kunnen best eenzaam zijn. Ja. Ervaar je dat ook zo? Ja, zeker. Ja, ja, er is gewoon heel veel, er is heel veel eenzaamheid. En mensen die hebben niet altijd heel veel familieleden om zich heen. Of hebben soms geen kinderen. Ja, dat zie je wel veel in de, ja, zeker thuis. Ja. En ik zag ook aan jou dat elk dingetje wat je voor iemand kan doen, of het nou groot of klein is, dat je dat echt leuk vindt, dat je kan helpen, hè? Ja, dat is het leukste natuurlijk, dat je op verschillende vlakken ook kan helpen. Dat het niet alleen een injectie zetten is, bij wijze van spreken, maar ook een telefoontje naar het ziekenhuis of naar de apotheek. Dat je gewoon iets kleins voor hun oplost. Of iets kleins wat voor ons iets kleins is, zeg maar voor mensen heel erg, waar ze heel erg tegenop kunnen zien. Ja, en daar ga je best ver in, want steunkousen, die zijn dan eenmaal aan. Mm-hmm. Maar dan wordt er ook gezegd, ik heb iets te mopperen. En eigenlijk is mijn hele lijst, er klopt iets niet. Mensen zijn niet bij me langs geweest. En... Ja, nou dat is niet echt dat we daar ver in gaan. Want we hebben natuurlijk grenzen. Je kunt niet alles oplossen voor mensen. Nee, maar het is hartstikke tof dat je dat doet natuurlijk. Dat je gaat bellen. Als het gaat om de gezondheid en over medicatie, dan hoort dat gewoon bij je werk. Ja, dan moet je dat gewoon aanpakken. Dat werd wel heel erg gewaardeerd, hè? Ja, dat zie je wel. Jazeker, ja. Fijne dag. Doeg. Ze hadden iets verkeerd gedaan. Dus... Nee, daar in het ziekenhuis. Dus daarom zijn ze u vergeten eigenlijk. Dus nu komen ze vandaag. Dus ze komen nog. En u krijgt morgen een nieuwe doseerlijst. Goed, tot ziens. Doeg.
Jullie hebben natuurlijk de zorgtaak, hè? De zorg die je levert. En ja. Daarnaast ook een signaleringsfunctie die je toch ook met je meeneemt als je eenmaal bij iemand naar binnen stapt. Ja, je let altijd op de omgeving als je ergens binnenstapt. Dus als je al merkt, bijvoorbeeld als iemand wat ouder wordt, kunnen ze valgevaarlijk worden. Dan ga je automatisch al kijken van, oh, liggen er kleedjes op de grond of drempels, zulke dingen. Soms komen mensen ook met het verhaal van ja, de buurvrouw, die zit alleen en die heeft iets aan de been. En zou je eens kunnen gaan kijken? Dus ja, je bent echt wel iemand die ook zeg maar, de buurt in de gaten moet houden, buurtpreventie. Dus ja. Zo, goeiedag. Dan tref ik u wel op een bijzonder moment, hè? Ja. Is dit nou zo'n routine moment dat u Maaike zo treft en dat zij u op weg helpt? Ja. Want hoe gaat het met u? Ja, niet zo juf en net. Nee, ik heb dystrofie en daar moet ik het mee doen. En wat houdt er precies in? Het is een aandoening aan je zenuwbanen. Dus ik heb 24 uur per dag pijn. En er is geen medicijn voor. Hoe is dat om zo dag in dag uit door te maken? Ja, niet fijn. Je wilt veel meer. In mijn hoofd kan ik alles, maar mijn lichaam wil niet. Het is een hele kleine wereld dan zo. Ja. En nu met corona helemaal, want ja, je mag maar één persoon eigenlijk in huis ontvangen en ja, geen bezoek. Ik moet zeggen, als ik zo binnenloop, vind ik best wel heftig beeld hoor, dat u zo in bed ligt en dat ik denk, goh, is dit echt, dit is dan wat dit u is het. Dag dit in dag uit door moet maken? Ja. Nou, handwerk ik graag, dus ik vermaak me op zich, vermaak ik me nog wel. En een keer een boek lezen, maar je wereld is wel heel klein. Hoe fijn is het dan als Maaike dan de deur binnenwandelt? Geniet ik van wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel fijn eens één keer per dag hier zijn om mij toch wel te helpen. Ook met af en toe een praatje maken van hoe is het, hoe is het gegaan. Dan heb ik vannacht weer een hele slechte nacht gehad, heel slecht geslapen. En dan is het wel fijn dat je even kunt uiten. Als je dan kijkt naar de cliënten die je nu dan onder je hebt. Mm-hmm. Ja, dan is het ook van het een in het ander en geen geval is hetzelfde. Nee, je ziet heel veel verschillende dingen. Ja, en ook mensen alleen viel me op, hè? De vrouw aan bed gekluisterd, zeg maar, ook helemaal. Die stond er helemaal alleen voor. Ja, het is heftig. Ja, mensen die zijn, de meeste mensen die ouder worden, komen toch alleen te staan. Ja, dat is waar. Het is wel heftig om dat soms te zien. Maar ja, dan kunnen ze heel veel energie putten uit een klein gesprekje of dat je er even erbij komt zitten. En even aandacht aan hun geeft, dat geeft weer energie eigenlijk om de dag door te gaan, zeg maar. Ja, prima. Nou, fijne dag. Ja, jij ook. En tot woensdag weer. Oké. Doei. Silence is a clouded room. Body shed not a breath too soon. Darkness rises and all you do. Get it up? Yep. Across the room. Hallo Lien. Hi Lien. Nee, het is niet meer zo koud buiten. We gaan je even opfrissen, Lien. Ik zet uw bed even aan de kant. Ik zet uw bed even opzij. Wil jij die even pakken? Ja, is goed. Gaat het bed omhoog? Hoe is het met uw hand? Doet u nog pijn? Nee? Vanmorgen had u hier wel last van. Ja. Maar is die nu weg, de pijn? Ja. We zijn nu voor de tweede keer bij Lien geweest, maar zij krijgt echt over de dag genomen heel veel momenten zorg. Mm-hmm. En waar zitten die verschillen eigenlijk in? We komen er vier keer per dag en dan in de ochtend draaien we haar alleen vanuit haar lichtstand zeg maar, naar haar rug.
En dat is eigenlijk het enige wat we ook op dat moment doen, omdat we anders onszelf belasten. Het is niet alleen voor ons, zeg maar, dat het voor ons te zwaar is als we het alleen moeten doen, maar ook voor Lien. Ja. Want je zag al dat ze soms wat pijn scheuten liet zien in de gezicht. En het is best wel natuurlijk een zware casus. Dus we proberen alle zorg, zeg maar, die we leveren op dit moment wat we net hebben gedaan, het tweede moment te focussen. Dus dan heb je daar ook, ja, kun je het met z'n tweeën doen en dan wordt het gewoon iets lichter. En dat hetzelfde geldt voor het derde en het vierde moment. Dan komen we eigenlijk alleen het hoofdnoodzakelijke doen en proberen we het in ons eentje te doen. Dus dan kleed je erom voor de nacht of dan moet je er toch nog even van onder verschonen. Doen we straks lekker alles weer op schoon aan, Lien. Je moet niet gaan slapen, Lien. Je moet wel wakker blijven nu. Dat is wel lekker, ja. Wanneer wordt het voor jullie te zwaar dat je zegt, ja, ze moet toch naar een hospice? Dat is lastig, ja. Wij verleggen onze grenzen ook. Als hier nog een vijfde moment in zou moeten komen of als Wil zeg maar ziek wordt en niet kan helpen, dan is het... Ja, voor ons is de situatie hier zodanig zo zwaar dat we het hier gewoon stop moeten zeggen. Lukt het om je rechterbeen omhoog te tillen, Lien? Ja. Is de pedicure nog geweest? Ik vind het gewoon heel erg mooi dat iemand nog echt volledig thuis kan blijven. En dan dat je, zeg maar, omdat ook de wens van beiden is om thuis te sterven, vind ik het gewoon echt heel mooi dat wij een heel groot aandeel daarin kunnen hebben. Dat we gewoon in de wensen van de cliënt kunnen voldoen eigenlijk. Ja. Wij verzorgen haar al een lange tijd, al jaren eigenlijk. Mm-hmm. En dan is dit ook wel de fase waar iemand ooit in terecht komt. Dus je ziet iemand heel langzaam achteruit gaan. Ja. En dan groei je daar gewoon eigenlijk toch wel in mee. En dan kun je dat ook wel gewoon wel weer van je afzetten. Ja. Want we hebben haar gewoon goede zorg geleverd. En dan, wij gaan hier altijd met een voldaan gevoel weg. Ondanks dat het toch wel leed is. Mm-hmm. Ja, je hebt altijd iets bereikt. Elke keer als je de deur uitstapt, dan heb je weer hun geholpen. Dus dat is altijd wel een fijn idee. Ja. En neem je nog wel eens wat mee naar huis? Dat je in de auto zit en dan toch bepaalde dingen bij je houdt? Niet altijd, nee. Maar er zijn natuurlijk, je hebt een band met die mensen. Omdat je gewoon heel lang al bij iemand over de vloer komt. En deze hand? Doet die nou geen pijn? Ja. Oh, toch wel, hè? Ik zie het aan u, Probeer hem maar neer te leggen. Nou ben ik met je meegelopen. Ik heb allerlei verschillende adresjes zijn we afgegaan, verschillende mensen gezien. Wat hoop jij nou dat ik voor indruk heb van jouw werk? Ja, dat je ziet wat de diversiteit is in de thuiszorg. Ja, dat je ziet hoe erg het gewaardeerd wordt dat mensen dat ik kom bij mensen. Ja, die lamp. Ja. Ja, leidt dat u af? Ja. Ja. Hij moet ook helemaal niet aanstaan, die lamp. Nee, want daar heb je niks over te zeggen. Kijk, hij is uit. Toch wel? Ja. Heeft u gewoon gedaan? Geregeld? Ik? Ja, u zei, ik wil die lamp uit hebben. Nee, daar heb ik niks te zeggen. Wat dan? Je jokt. Let your little light shine. Let your little light shine. Let your little light shine for the world to see.